onbedaarlijk, onbekwaam. Dat is het eerste wat in mijn hoofd opkwam. Die twee woorden, ja. En dat geldt voor die minister van Landbouw. Die staghouwer. Ja, dat moet jullie toch ook gedacht hebben. De afgelopen dagen, jullie moeten dat toch ook... Waarschijnlijk hebben jullie nog hele andere woorden gebruikt ook. Maar ja, goed. Die doe ik dan even niet. Maar het is onbedaarlijk onbekwaam. Want zo'n man, die doet er nu al een hele tijd over... om niet goed in gesprek te raken met de boeren. Nee, ik kan het ook niet goed uitleggen, het hele plan, het stikstofgebeuren. En die boeren, die worden alsmaar bozer. Dan moet je toch niet... Die man die komt ineens uit Groningen opzetten, zo'n staghouwer. Die heeft daarin allerlei hele bedompte en stoffige bestuursorganen gezeten. En ja, provinciale staten, gedeputeerde wetingsstaten, allemaal dat. En die valt dan ineens omhoog, zo'n man. Die wordt dan minister, ja. En die komt ineens in de werkelijkheid terecht. En die schiet dan uit de bocht. Ja, en nou zitten we met een minister in de berm. Ja, dat hebben we nu. Ja, gevolg. Het blijft een chaos in Nederland. Want als je in de politiek zit, dan is het toch de bedoeling dat je de onrust wegneemt uit de samenleving. Ja, en dat lukt deze man niet. Nee. Die maken het alleen maar onrustiger. En die maken het alsmaar erger. Gooi je steeds meer olie op het vuur en het gaat maar door. Ja, en dan zeggen ze, dan komen we nu met een bemiddelaar. Dan komen we met Remkes. Ja, maar die willen die boeren helemaal niet. Die hebben helemaal geen zin in die Remkes. Had je dat niet even kunnen overleggen met de boeren? Wat denken jullie van Remkes? Oh, geen zin in. Oké, zoeken we een ander. Nee, niet doen. En alles wordt maar gedicteerd vanuit Den Haag. En daar hebben die boeren nou zo verschrikkelijk genoeg van. Want nu doen ze het weer. Nou hebben ze gezegd, we gaan even versneld douwen het stikstofbeleid er een beetje doorheen. Hup, 500 miljard erbij en douw maar door. Nee, die boeren willen eerst gewoon een goed gesprek en zoeken naar oplossingen. Dat is wat ze willen. En die hebben dus nog pas geleden alle snelwegen weer afgezet. En wat zegt de staghouwer dan? En daar komt die vrienden. Ik ga 4 weken op vakantie. Nou. Hé, hey, vrienden, hoe vind je die? Staghouwer gaat gewoon, terwijl heel Nederland in de fik staat, gaat hij gewoon op vakantie. Ja hoor, dat moet je vooral doen. En dan denk jij dat die boeren helemaal niks meer ondernemen. Nou, dan moet jij eens opletten de komende weken, staghouwer. Jij bent sneller terug van vakantie dan je ooit had kunnen denken. Hé, onbedaarlijk, onbekwaam.